Enkele manschappen van het Nationaal Leger zijn recentelijk bevorderd tot onderofficieren. Op donderdag 18 juli 2024 vond op het ministerie van Defensie de certificaatuitreiking plaats van een groep militairen die de cursus voor vakonderofficieren op het Instituut voor Defensieopleidingen, IDO, met succes hebben afgerond. U hoort kolonel Werner Kiyawaseng, bevelhebber van het Nationaal Leger. We hebben moeten constateren dat er nog geen adequaat loopbaanbeleid is of was. En dat hebben we opgepakt. Heel binnenkort komt er een implementatie van een loopbaanbeleid. Waarbij ieder militair vanaf de indienstreden tot het uittreden moet weten hoe zijn carrière of haar carrière eruit moet zien. Dat wordt geformaliseerd. Maar tegelijkertijd zijn we ook bezig geweest om de groepen die stuiten meer carrièrekansen te bieden. Vandaar dat deze groep geleverd is geworden. Deze groep maakt deel uit van een veel grotere groep van corporaals de eerste klasse die stuiten. En om die groep carrièrekansen te bieden, daar zijn we nu mee bezig. Het is heel belangrijk dat we personeel opleiden, omdat ze steeds competenties bijgeleerd moeten worden, zodat ze beter kunnen functioneren in de praktijk. Dit keer gaat het om een onderofficiersvorming. Oude corporaals in de eerste klasse die al jaren ervaring hebben, die moeten het onderofficierschap bij worden gebracht. En dat hebben ze de afgelopen tijden meegekregen. En nu hebben we onderofficieren bij die het werk in het veld ook kunnen vergemakkelijken. Bij leiderschap moet je goed kunnen communiceren. Niet alleen verbaal, maar ook op papier moet je bepaalde zaken kunnen antameren, kunnen informeren. De leiding kunnen informeren en het is waar zij ook in versterkt zijn geworden. Communicatieskills, management, leiderschap op het veld. Maar ook praktische vaardigheden, zoals het doen van onderdeelsdiensten, kazernediensten. Dus wat wij gedaan hebben is meer competentiegericht onderwijs, toegepast op deze groep. Ze zijn al vanuit de geleder gekomen en ze gaan terug naar hun afdeling, maar nu als onderofficier. Dus nu hebben ze meer verantwoordelijkheden en met hun ervaring waarop wij ook terugvallen, daarmee gaan zij door moeten werken. We hebben voor alle categorieën mogelijkheden. Nu zijn we bezig met de manschappen om hun carrière mogelijkheden aan te bieden. En voor de onderofficieren komen we binnenkort ook met een soortgelijk programma. Waar onderofficieren die stuiten doorgestuurd of klaargestoomd gaan worden om door te stoten. We zijn ook op internationaal vlak bezig. We hebben momenteel officieren in Amerika en in Brazilië. Zo ook in China, waar officieren opgeleid worden op een hoog niveau. En ik ken van twee gevallen waar hoofdofficieren opgeleid worden om legers te kunnen draaien. Ten eerste, je hebt de keus om je carrière zelf uit te stippelen door jezelf te gaan scholen. Maar als je de keuze maakt om te wachten, dan ligt het aan jou. Maar niets gebeurt gratis meer. Je gaat keihard moeten inleveren. En daarmee willen we ook de discipline gaan stimuleren of gaan ontwikkelen. Bij de manschappen aan zichzelf te werken. En ten tweede, we hebben nu nieuwe onderofficieren. De onderofficieren zijn de ruggengraat van het leger. Ik verwacht dat ze het onderofficierschap ook met alle waardigheid demonstreren.